17 jaar geleden presenteerde Erik Hartman de succesvolle talkshow Boomerang. Een programma dat voor de nodige opschudding zorgde. Marijke was 18 toen een dokter tijdens een routineoperatie haar ruggenmerg onherroepelijk beschadigde. Valère werd het slachtoffer van een verstrooide assistent. Ik ben bij Boomerang en vandaag zullen we het hebben over medische blunders. Boomerang, dat was ik. Boomerang was van mij. Het was het allereerste programma op televisie waarin open en bloot over verdriet, over emotie werd gesproken. Over seksualiteit ook wel, over alles eigenlijk, maar zo open. Het was een programma dat controversies teweeg bracht. Het was een live programma. Het werd met argusogen gevolgd. Ik wist van zodra ik een misstap zou begaan, ja, dat ik eraan zou gaan. En tijdens mijn programma over medische blunders liep het behoorlijk fout. Wat is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Ik ben opgenomen voor een goedaardig spel. Ik ben geopereerd en mijn humeur is geraakt. We komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? Excuseer. Wel, ik had dus enorm veel last van keelontstekingen. Mm-hmm. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft me dus aangeraden om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Valère was mismeesterd aan zijn stembanden. En toen hij mij aansprak, ja, er kwam zo'n gek geluid uit. Ik moest zo ontzettend lachen. Maar ik wist natuurlijk van, ik mag hier niet lachen. Ik mag hier niet lachen. Dus ik probeerde mijn lach in te houden. Maar hoe meer ik mij probeerde te concentreren op mij, op de ernst, ja, hoe meer ik voelde van, dit hou ik hier niet uit, dit hou ik niet uit. Het was afschuwelijk. Marijke, jij had een normaal leven daarvoor. Ja. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Waarom? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Marijke hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat kan niet. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt en ik neem hem daar ook niet kwalijk. Mm-hmm. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want... Goh. Ja, dat zwijg ik liever. Excuseer, voor de mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, je had een opmerking, een... Ik heb het zelf geschreven. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen, maar dat gebeuren is dat... Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gaat u een half uur dit kan om uitgelacht te worden vlak in het gezicht van het publiek. Sorry. Even dan, ja, dan.
Het was een complot. Men wou mij gewoon weg. Er waren genoeg indicaties voor. Normaal gezien kan ik mijn programma altijd rustig voorbereiden met de praatgasten. Die avond kon Valère er zogezegd niet op tijd zijn. Plots stond de voltallige BRT-directie daar binnen. Ik werd op staande voet ontslagen en Boemerang werd afgevoerd. En het was het einde van mijn carrière. Enfin, van mijn televisiecarrière. Dit is nog steeds Radio Randstad 103.4 FM met DJ Boemerang. Ik ben hier speciaal voor al jullie vragen, verzoekjes, probleempjes. Wil je iets kopen of verkopen? Het kan allemaal. Werp een vraag en DJ Boemerang gooit een antwoord terug. I'm riding in your car. You turn on the light.